Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dat hele boekwerk met maatregelen, tijdelijke verzwaringen, dat lees ik een beetje als een roman van Kafka. Hè. Dat zit vol met hele rare regels, onzinnige tegenstrijdigheden. Dus de absurditeit kent eigenlijk geen grenzen. En ik zal er een paar voorleggen aan de VVD. Als je in een wegrestaurant langs het hoofdwegennet wil rijden, als je daar wil eten, dan mag dat. Maar als dat wegrestaurant een beetje van het hoofdnet af ligt, dan mag dat niet. Dan mag je alleen afhaalmaaltijden doen. Voor topsporters mogen de kleedkamers open. Voor amateursporters moeten ze dicht blijven. Amateursporters van 17 jaar en jonger mogen buiten in clubverband spelen. Amateursporters van 18 jaar mogen dat niet. Kunt u het nog volgen? Mevrouw de Vries. Ik kan het best volgen. Het zijn natuurlijk altijd, dat hebben we ook de afgelopen periode gezien, soms dingen die misschien wel lastig uit te leggen of slecht vergelijkbaar zijn ten opzichte van elkaar. Maar er is ook wel gekeken volgens mij naar een aantal praktische oplossingen. Ik bedoel, als u onderweg bent en dat dringend moet zijn, want het advies is natuurlijk blijf zoveel mogelijk thuis, dan is het wel zaak dat je ook gewoon nog kan tanken en al dat soort zaken. Kun je dat gaan vergelijken met andere winkels? Ja, dat kan. Maar ik vind het ook wel logisch dat we naar dat soort praktische oplossingen kijken. Heer Van Hagen. Ja, tanken is natuurlijk heel iets anders dan dat je even wat gaat eten in een wegrestaurant. Maar neem een ander voorbeeld. Een buitenspeeltuin mag wel open zijn als er geen winstoogmerk is. Wat is het voor een absurde maatregel? Een buitenspeeltuin zonder winstoogmerk mag wel open zijn. Wie gaat dat handhaven en waarom is deze absurde maatregel ingesteld? Waarom wordt dat onderscheid gemaakt? Ik snap het prima als er een maatregel wordt ingesteld die ergens toe dient, die effectief is, die proportioneel is. Maar als je onderscheid gaat maken tussen winstoogmerk en geen winstoogmerk, ja. Kan mevrouw de Vries uitleggen hoe dat zit? Mevrouw de Vries. Nou, ik denk dat wij hier de afgelopen tijd heel vaak in debatten hebben gehad over sporten en bewegen. Dus ik vind het goed dat bijvoorbeeld als je een speeltuintje hebt van een buurtvereniging waar kinderen terecht kunnen, dat je daar gewoon wel op een normale manier ook terecht kan. Ik weet dat de heer Van Haga helemaal geen maatregelen zou willen nemen. Dat kan een keuze zijn. Ik bedoel, die keuze kan je maken. Het zou niet mijn keuze zijn. En dan probeer je wel te kijken en een beetje te kijken van wat nog wel logisch is, wat wel kan. En daar zullen altijd dingen zijn die misschien slecht uitlegbaar zijn, dat begrijp ik ook. Heer Van Hagen. Ja, voorzitter, dat wij helemaal geen maatregelen willen, dat is inderdaad prima. Maar het gaat nu om de maatregelen die voorliggen. En die maatregelen zijn absurd en onlogisch. En dan vraag ik me af, waarom gaan we dan ondernemertje pesten door bijvoorbeeld commerciële speeltuinen wel dicht te doen en niet commerciële speeltuinen gewoon open te laten? Dat is onlogisch en dat is niet te verklaren. En dat verklaart mevrouw de Vries in haar antwoord ook niet. Uiteindelijk, en daarbij sluit ik me aan bij mevrouw Agema, het is gewoon het falen van dit kabinet, het is het falen van deze coalitie, het is het falen van het opschalen van de IC-capaciteit dat niet is gebeurd. We zijn nu 2 jaar verder. Er is geen spat van een oplossing. En daardoor krijgen we dit soort absurde documenten die je dan helemaal moet doorploeteren. Die waarschijnlijk door heel veel ambtenaren enorm in elkaar is gezet met de beste bedoeling. Maar het slaat nergens meer op. Niemand begrijpt dit meer. Mevrouw de Vries. Ja, voorzitter, ik denk dat er inderdaad geen makkelijke oplossingen meer zijn. En wij staan wel voor dat wij soms ook een aantal moeilijke oplossingen moeten nemen. Daar lopen wij niet voor weg. En ik denk dat het helemaal niet goed gekomen zou zijn op het moment dat we gedaan hadden wat de groep Van Haga gedaan had.